Dat wordt een kort nachtje, denk ik, ja. Wat slapen betreft. En een lang nachtje wat werken betreft, ja. Het is hartstikke spannend, want het is een beetje laat hier voor de lessenhand. Vanavond moet hij rijden, eigenlijk al gisteravond moet hij rijden, maar het gaat nog steeds niet 100% zoals het zou moeten gaan, zeg maar. Dus we hebben nog wel even werk aan de rupsen, dat loopt nog niet lekker. En als we er zo mee gaan rijden, dan hebben we binnen de kortste keren grote problemen, dus dat gaan we niet doen. We moeten eerst het probleem oplossen, dat is echt een technisch probleem, zeg maar. En dan kent hij rijden als een tierenlier. Gaat het goed komen? Het komt altijd goed bij ons, ja. Het komt goed, hè. Dat is een standaard gezegde van mij. Tot nu toe is het ook altijd al goed gekomen. Het kan wel eens even duren. Het kan wel eens wat zenuwen opleveren bij sommige mensen. Maar uiteindelijk komt het allemaal goed.